Nou, ik heb een vraag voor Sarah Kroos. En het is een hele saaie vraag voor jou, Sarah. Omdat het zal je heel vaak gesteld zijn, die vraag. Maar ik ben heel erg benieuwd wat jouw antwoord is op waarom zijn er zo weinig vrouwelijke cabaretiers? Waarom zijn er zo weinig cabaretières? Want vrouwen zijn zoveel grappiger dan mannen. En waarom gebeurt het niet? Willen ze niet? Of hebben ze geen tijd? Of staan ze er heel ver boven en denken ze: laat dat die mannen maar doen, dan kunnen wij nuttige dingen doen. Ik weet het niet. Dus ik vraag het je, Sarah. Daniel Arends, ik zou het eigenlijk niet weten waarom er zo weinig vrouwen in het cabaretvak zitten. Ik vind het ook eigenlijk wel meevallen. Ik kan zo 10 hele leuke, grappige, mooie vrouwen opnoemen, collega's van me. Maar ja, het zijn er wat minder dan mannen. En ik denk dat dat gewoon van vroeger uit is. Dat het in het begin, zoals heel veel beroepen, eigenlijk een beetje een mannenberoep was. Maar volgens mij is dat weer aardig rechtgetrokken. Dus ik zou het eigenlijk niet weten. Mijn vraag is voor Leon van der Zanden. Lieve Leon, jij staat nu in Veghel in de Blauwe Kei en jij bent zelf een enorme Brabander. Is het voor jou anders om een beetje in je eigen provincie in Brabant te spelen in vergelijking met de rest van het land? Veel liefs, Sarah.